Dus de eerste die we gaan doen is de Kruskal-Wallis test. Kom erbij. En de Kruskal-Wallis test is het non-parametrische alternatief voor de one-way ANOVA met meer dan twee niveaus van je onafhankelijke variabelen. Dus in termen van SP6-data heb je weer een rangordening die je gaat maken straks. En je hebt verschillende groepen, bijvoorbeeld 3. In essentie test die Kruskal-Wallis-test wederom weer de som van de ranks die erbij horen. Alleen ditmaal levert dat, de manier waarop hij die formule samenstelt, een toetsingsgrootheid op die omgezet kan worden naar een gi-kwadraatwaarde. Dus vanaf het moment dat we met meer dan 2 van die niveaus gaan werken, hebben we de gi-kwadraatverdeling om uitspraak te doen over de significantie van onze resultaten. Dus die gaan we even induiken. We doen wederom het onderzoekje met ecstasy en alcohol. Alleen we voegen er nu even een controleconditie aan toe. We hebben weer 3 verschillende groepen. En ik definieer nu weer nog steeds een B0 van 23, een B1 en een B2. We hebben wat error hierbij. En ik definieer het regressiemodel. Waarin we B0 plus B1 keer de dummy variabele 1 plus de dummy variabele keer B2 en de error daarbij. Is er iemand die kan aangeven wat voor soort simulatie dit is? Het is namelijk een hele specifieke simulatie. Ja? Nou, bring it on. B1 en B2 zijn allebei 0. Dus we verwachten in deze simulatie geen verschil tussen de controleconditie, tussen de experimentele of tussen de alcoholconditie en tussen de ecstasyconditie. Dus, met andere woorden, ik simuleer hier de nulhypothese. Dus omdat je kan simuleren, kan je dus ook daadwerkelijk doen alsof er echt niks aan de hand is. En hier is daadwerkelijk niets aan de hand. De data die we hier instoppen, de beta-coëfficiënten, die verschillen niet van elkaar. Dus dit is een simulatie van H0. Het is interessant om te zien wat dat gaat opleveren. Wat denken jullie dat dit gaat opleveren? Verschillen? Wie denkt dat dit verschillen gaat opleveren? Vingers? Wie niet? Oké. Interessant. Gaan we zien. Oké. Eerste stap weer. Ken rangen toe. Dus ons databestand, de depressiescores die we hebben gesimuleerd en de 3 groepen, de ecstasygroep, de alcoholgroep en de controleconditiegroep, die hebben allemaal scores en aan die scores kennen we rangordeningen toe. Dus als we even kijken naar de depressiescores, die beginnen bij 21 en die lopen tot 27 en we beginnen hier de rangordening. En die loopt op, en die loopt op, en die loopt op. Ja. Waarom begint hij niet bij 1? Onze rangordeningsnummers. Wat zei je? Ja, we hebben de eerste 5, die zijn gelijk. Dus we hebben het met ties te maken. Dus het feit dat hier een 3 staat voor de rangordening, betekent dat je 1 tot 5 hebt opgeteld, gedeeld door 5, en dat brengt je op 3. Dus dit zijn de ties gecorrigeerde waarden van de rangen. Dus dat is de eerste stap. Hè? Ken rangen toe en natuurlijk doe dat goed. Als je daar foutjes in maakt, dan heb je natuurlijk verkeerde resultaten. Ja, en dan ben je er eigenlijk wel een beetje. Want het enige wat we dan hoeven te doen is die rangen die we gemaakt hebben te sommeren en te kwadrateren.
En we hebben natuurlijk wel verschillende groepsgroottes. Nou, in dit geval niet per se, maar als je verschillende groepsgroottes hebt, dan moet je natuurlijk ook corrigeren voor die groepsgroottes. Dus de toetsingsgrootheid bij deze toets heet H. Ik weet niet waarom. Ja, waarom zou die H heten? Kruskal Wallace? Ja. Misschien hebben ze een neefje die Hendrik heet. Nou ja, goed. Oké. De toetsingsgrootheid heet H. En eigenlijk het essentiële punt hier is de optelsom van de gekwadrateerde rangen gedeeld door n. Dus met andere woorden, ik heb drie, de rangordeningen, die moeten gekwadrateerd worden, die moeten gedeeld worden door n, het aantal dat we hebben, en die moeten we allemaal optellen over 1 tot k, waarbij k het aantal groepen is. Dus ik heb drie groepen, dus voor elke groep moet je dit berekenen en die optelsom maken. En wat we daarmee moeten doen, is dat we dat eigenlijk afhalen, dat we daar nog wat van afhalen, namelijk min 3 keer. En 3 heeft niet betrekking tot het feit dat er nu precies 3 groepen zijn. 3 is hier weer gewoon een constante, net als in de vorige. Maal n plus 1. En wat er in essentie staat, en als je zeg maar even terugkijkt naar de colleges over de giekwadraattoets. Wanneer was het ook alweer? Jeetje, ver weg. Waar het ons om ging in de giekwadraattoets is dat je de verwachte proportie afzette tegen de gevonden proportie. In zo'n kruistabel. En in feite staat hier natuurlijk precies hetzelfde. We vinden iets, dit, en we verwachten iets. Dus, met andere woorden, ik zet de expectations volgens het model, onder de assumptie dat er niks gaande is, af tegen datgene wat ik daadwerkelijk vind. En dat is wat hier gedaan wordt. Dus we moeten dat nog eventjes corrigeren. Dus een of andere correctiefactor die hier toe wordt gevoegd. Dus dat gaan we even doen. Ja? Oké, de vraag is van waar zie je wat je hebt geobserveerd? En waar zie je wat je hebt verwacht? Hetgeen wat geobserveerd is, zit allemaal in die R verstopt. Omdat dat je rank sum per groep is. Dus RI is de rank sum per groep. Dus je hebt de som van al die rangen nodig in die ene groep, in die andere groep en in die andere. Dus daar zit je data. Dus dat is hetgeen wat je vindt. En het andere punt, deze. Je ziet daar niet de R in verwerkt. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde soort trucje wat er werd toegepast bij het berekenen van het gemiddelde, van die gemiddelde W bijvoorbeeld. Is een manier om een verwachting uit te spreken als de assumptie van de nulhypothese waar zou zijn. Hoe je tot dat ding komt is wederom voorbij de scope van deze cursus. Maar dat is de essentie. En het feit dat je hier ook niet in herkent dat daar een R in staat, wat dus de data is, geeft ook aan dat er dit eigenlijk alleen maar een schalingsfactor is. Ook dat hoef je niet te weten voor deze cursus, maar de data zit allemaal in die R. Oké. Dus het eerste wat we nodig hebben zijn de rank sums, rank I. I van de groepen die we hebben, 1, 2 en 3. Dus daar gebruik ik hier de aggregate functie. Aggregeer over de rangen op basis van de factor. En de factor is de verschillende groepen. En ik wil de som berekenen daarvan. En dat levert ons 207, 121 en 136 op. En dat zijn de rangsommen. De optelsom van alle rangnummers hier voor iedereen in dezelfde groep. Dus even kijken, hij staat nu geordend op depressie. Maar als ik hem orden op alcohol, dan gaat het er dus om dat ik 3 plus 17 plus 17 plus 17, 29,5, 29,5, 29,5, 29,5, 29 en 30. Dat is, als ik die allemaal optel, deze, al die rangen, alles in deze kolom van iedereen die in de alcoholgroep zit, dan heb ik de ranksum van iedereen in de alcoholgroep berekend. En als ik dat doe
voor de controlegroep. Nee, dan heb ik de rank sum voor de controlegroep. En dat is wat er met deze aggregatiefunctie gedaan wordt. Je telt de som van de rangen die je hebt toegekend in elke afzonderlijke groep. Identiek aan het feit, die ordening die we hier hadden gemaakt. We hebben je geordend, in groepen verdeeld en we hebben gewoon opgeteld wat de som was van die rangordeningen. Dus dat wordt hier gedaan. Dus dit is R, RI, 1, 2 en 3. En wat we ook nodig hadden was het aantal observaties binnen die groep. In dit geval waren dat er telkens 10. Dus NI voor de eerste groep is gelijk aan NI voor de tweede en NI voor de derde. Dat had niet gehoeven. Ik had ook een design kunnen kiezen waarbij er 20 in de eerste groep zaten en 26 in de tweede. Dus die NI had daarin kunnen variëren. Nou, met die twee elementen heb je eigenlijk de punten uit de data te pakken. En kunnen we zeg maar, het eerste deel van die formule zeg maar berekenen. Dus als we ons even focussen op dit onderdeel. De som van de r-kwadraat gedeeld door ni. Dat staat hier weer gegeven. Dus we gebruiken de somfunctie op het kwadraat van ri. Dus op het kwadraat van de van de rangsommen. En die deel je door het aantal personen die erin zitten. Dus hier komt als het ware de gemiddelde rangsom in per groep. Gekwadrateerd, hè? Die RI is een vector met 3 elementen. Die NI is een vector met 3 elementen. Dus dit lever je in feite 3 keer de deling op door NI. En dat tel je allemaal bij elkaar op. Dus hier zit het actieve element in wat zeg maar, uit de data voortkomt. Is dat duidelijk? En de rest zijn alleen maar constanten die gebaseerd zijn op je sample size. Dus we hebben 3 keer n plus 1 en 12 gedeeld door n keer n plus 1 nog nodig. Dus als we dat hier allemaal invoeren, dan levert dat ons een h-waarde van 5,3 op. En die h-waarde, die is gi kwadraat verdeeld. Is er iemand die kan zeggen of dat een significante waarde is? Wie denkt dat dit significant is? Vingers. Wie denkt dat dit niet significant is? Wie weet het niet? Ik weet het ook niet helemaal. We hebben een gi-kwadraatverdeling. Daarvan weten we dat hij een vast nulpunt heeft. Dat hij zo'n bobbel heeft. En dat hij zo afloopt naar oneindig. Maar nou ja, we kunnen op basis van de vrijheidsgraden k min 1, nou ja, dat is best lastig om te bedenken hoe dat ding er dan uitziet. Ziet hij er dan zo uit? Of ziet hij er meer zo uit? Dus dat is nog ook lastig om te bedenken. En dan moeten we ook nog bedenken of, zeg maar, 1, 2, 3, 4, 5, of het oppervlakte aan die kant nou meer dan 5% is, dat is best lastig. Ik durf mijn hand hier niet voor in het vuur te steken. Dus we gaan dit toetsen. Dus wat we nodig hebben is de visualize-functie. En de visualize-functie toegepast met een h-waarde van 5,3 en de vrijheidsgraden van k min 1. Dus dat gaan we doen. Die passen we toe. Die h stoppen we erin, de vrijheidsgraden stoppen we erin. We kiezen voor section upper. Waarom kiezen we voor de section upper? Omdat er geen negatieve waarden zijn. Gi-kwadraat begint bij 0, gaat alleen maar omhoog. Dus die kant van de verdeling hebben we nodig. En dat levert ons deze verdeling op. Had je die verwacht, iemand, deze, dat die er zo uit zou zien? Ik had hem wat ronder verwacht. Nou ja, goed. Dus dit is de verdeling. En we hebben een waarde van 5 gevonden. En we zien nou, 3,5, 4, 4,5, 5. Dus ergens hier bij de speaker is de waarde. De waarde die we vinden, de toetsingsgrootheid, h. En de kans op die toetsingsgrootheid of extremer is 0,06. Dus, vinden we die significant? Nee. Hij zit er heel dicht tegenaan, hè? En nou, het er dicht tegenaan zitten heeft helemaal niets te maken met de conclusie die je trekt. Het is nu gewoon niet significant, punt. We hebben een criterium gesteld, klaar.
Alleen wat wel, waar je wel even over moet nadenken, die is wel interessant voor dit voorbeeld. We vinden dus best een groot effect. Hij is net niet significant, maar hij is best groot, toch? Mee eens? Er is best wel iets aan de hand, maar net niet. Maar als je gezien had wat we gesimuleerd hadden, we hadden beta-coëfficiënten van 0 erin gestopt. Dus dit is eigenlijk een beetje het levende bewijs dat je dus significante, bijna in dit geval, kan vinden als er daadwerkelijk niks aan de hand is. We hebben in deze simulatie helemaal niets gestopt wat een indicatie geeft dat er een verschil is. We hebben de beta-coëfficiënten van 0 erin gestopt. Dus het enige wat dit verschil veroorzaakt, kan iemand dat benoemen? De error. De error, ja. Dus de error-term die we helemaal in het begin hier gedefinieerd hadden. Deze error-term, die pakt zo uit dat we toevalligerwijs gewoon best wel een groot effect vinden. Hij is niet significant in deze, prima. Maar we hebben hem er niet in gestopt. Dus, oké. Dus die Gie-kwadraattoets. Als je dit in SP6 doet, wat je in de weekopdracht ook gaat doen, dan ga je dus tegen eigenlijk hetzelfde punt aanlopen van wanneer je een one-way ANOVA uitvoert. Namelijk dat als je hier wel significante verschillen vindt, dat dat verschil eigenlijk een omnibus waarde aangeeft. Namelijk, er is een verschil, maar ik weet niet waar. Dus je gaat tegen dezelfde problemen aanlopen hier als dat je bij de ANOVA had. Namelijk, je moet follow-up analyses doen om te kijken waar de verschillen zich dan bevinden. En als je deze toets uitvoert in de SP6, dan worden er automatisch ook paarsgewijze vergelijkingen voor je uitgevoerd. Door middel van een Z-toets, waarbij de verschillen tussen de afzonderlijke punten nog eens een keertje met elkaar vergeleken gaan worden. Zodat je bij het interpreteren van de resultaten niet alleen iets kan zeggen over het totale effect, maar dat je ook nog kan aanwijzen waar de verschillen zich dan precies bevinden. Dus die voegt SP6 ervoor voor jullie aan toe als je dat uitvoert. Oké, tot zover de Kruskal Wallis test. Zijn hier nog vragen over? Essentie is weer rangorden, tel die rangen op. Je moet hem even kwadrateren, wat mee doen. En dat levert je een toetsingsgrootheid op. Deze toetsingsgrootheid kan je meteen in die Gie-kwadraatwaarde pluggen. Hoeft niet gestandardiseerd te worden. Die H is gewoon je Gie-waarde.